Feest in Maassluis, want landskampioen PSV komt op bezoek. Ja, en ik sta hier met de hooligans van Excelsior Maassluis. Mannen, laat je even horen. Ja, ja. En Milan, ik hoorde dat jij de grootste mond hebt van iedereen. Klopt dat? Dat zou kunnen, ja. Ja? Hey, vertel eens even, wat gaat het worden vandaag? Jullie spelen tegen PSV, de landskampioen. Ja, maar wij zijn ook landskampioen geweest, hè? Wat is de kracht van dit Excelsior Maassluis? Marouane Afaker. Ja, dat is onze baas. Marouane, jij bent populair hier volgens mij in Maassluis, hè? Ja, klopt. Ik heb veel fans. Dat zijn echt jouw fans, hè, volgens mij? Okay, ja, ja. Daar doe je het allemaal voor, hè? Met jullie steun, hè, moet het vandaag gaan lukken. Oh, ja, kom eens kijken wat er hier allemaal in zit. Hey. Ongeveer 40 minuten bezig. Hoe gaat het tot nu toe? Nou, op zich. PSV heeft nu heel veel kansen gehad. Maar wij zijn gewoon veel beter. En de sfeeractie met de wc-rol, is die een beetje geslaagd? Ja, dat is goed geslaagd. Excelsior Maassluis heeft met 0-4 verloren van PSV, maar dat is natuurlijk geen schande. De trainer was na afloop teleurgesteld. Wat overheerst bij mij is toch teleurstelling en nu kan ik wel genieten met alle mensen die vrolijk en blij zijn. En ik leg het snel neer, dat komt goed. Hebben jullie eigenlijk minder gekregen dan wat jullie eigenlijk verdienden? Ja, dat kan je wel zeggen, ja. Ik had op zijn minst wel een goal. Op zijn minst wel een goal, jammer. Maar het heeft ook wel ingezeten dat jullie PSV konden verslaan vandaag. Jawel, ik vond na de eerste helft vond ik het wel verdiend, ja. Maar ja, tweede helft zie je dat de klasse van PSV. Vanuit Maassluis zeg ik vanaf hier tot de volgende keer.